Een gitarist die minder bekend is om zijn spel dan om de gitaar die naar hem vernoemd werd. In New York is de 94-jarige Les Paul overleden. Hij ontwierp de eerste elektrische gitaar zonder klankkast. De Gibson Les Paul, die naar hem vernoemd werd, werd het beroemdste instrument uit de popgeschiedenis. Wie is toch die man met die beroemde gitaar? Les Paul zelf heeft nooit dat rock'n'roll imago gehad. Maar de gitaar die zijn naam draagt, des te meer. Van punk uit de 21ste eeuw. Tot rock ballads uit de jaren 70, 80 en 90. Begin jaren 50 startte Les Paul met dit prototype een revolutie. Een gitaar zonder klankkast die alleen via een versterker te horen was. De enige manier om boven de rest van de band uit te komen. Maar Les Paul wilde ook iets speciaals maken. It's got to be the most beautiful guitar that you could ever lay your eyes on. And it's got to be something that you can hug and you can hold. Dat is gelukt, weten ze hier bij Max Guitar Store in Den Haag, waar Les Pauls van tussen de 1000 en 20.000 euro bijna 60 jaar na de introductie nog als warme broodjes gaan. Absoluut. Ja, ik denk dat hier in de winkel, de Les Paul is nog steeds de meest verkochte gitaar. Ben ik toch een ras echte amateur en dan klinkt zo'n gitaar toch al zo geweldig. Nagaan wat er gebeurt als er een echte pro op speelt. Virtuoos Jan Akkerman zweert bij dit model uit 1957. Ja, wat kan ik ervan vertellen? Dat deze gitaar me wereldfaam heeft bezorgd. Ja. Wat de gitaar zo goed maakt, je kunt er alle stijlen op spelen. Van jazz... tot bijvoorbeeld... Maar, zegt Akkerman, Les Paul heeft meer gedaan dan alleen een gitaar bouwen. Dat weten toe te passen met moderne industriële middelen, zoals zijn er daar. Een bandrecorder, gemaakt door een Zwitserse firma. En die componenten met elkaar verbonden en daar een miljardenindustrie uit heeft weten te goochelen. Muziekvernieuwer Les Paul vond zichzelf vooral muzikant. Tot vlak voor zijn dood speelde hij nog wekelijks in zijn vaste jazzclub in New York.